vogeltje, hè? Dan is het voorbij, dat binnen is dat gewoon een symfonie. En dan is dat gewoon heel riek. Dat vind ik ongelooflijk inspirerend. Je kan me net een lange voorstellen zonder vogels. Het zou wel heel dieren hebben. Dus als je ook weer vogels in een landschap hebt, wat vertelt het landschap u dan nog? Wat is de ziel van een landschap? En wat vertellen vogels u over een landschap? En wat vertellen vogels u over hoe we met het landschap omgaan? Nou, je vragen. Had het meegaat met een vogel? Of, wat zei het tot u? Wat voor keuzes dat we moeten zien? En vinden we dat belangrijk, ja of nee? Wat is de relatie met een verskraling van je landschap? Wat zei dat over de verskraling van je muziekcultuur? Ben die twee relateerd om elkaar? Beide zitten namelijk onder druk. Slagwerker en componist Sietse Pruksma brengt twaalf van zijn grote passies bij mekaar in het muzikale project Birds and Brass. Groeidevogels, zoals de skriers en fanfaren en brassmuziek. Verbeide binnen drege tieden. 9 orkesten, bij mekaar 250 muzikanten, leep je mooi mekaar taal naar een groot concert, met erin als hichtepunt Pruksma's compositie Rede Skriers. Het is een opmaat naar een muzikale orde aan het landschap met 2000 muzici. In 2018. Birds and Brass gaat uit van de Federatie van Muziekvereniging in Opsterloon en Koning van de Groeide. Het burgerinitiatief waarin Pruksma werkt aan een natuurvriendelijke loonbouw. Dit stukje dit is eigenlijk maar de turbolaan. Engels rijglas, dus het is voor de productie. Hoe meer productie, hoe beter. Dus ja, dit is, ja, er zit geen insect meer op. Zo. Het is just ik word, het is alleen maar grinnen. En in een mooie titan is het ja, alleen nog maar grinnen. En voor de rest is het net een blomke en niks, zit er niks op. Maar als je de sfeer hebt just, en dan is het richting het spoor, richting Jorvet. Dan heeft hij nog hele mooie steken, maar fantastische kruidelijk loon en ja, dat is gewoon ongelooflijk mooi. Dan heeft de verskraling van nou, dit loon, er zit geen vogel meer op. Hoe kunnen we dat omgooien? Hoe kunnen we dat transformeren naar een nieuwe situatie? Hoe kunnen we boeren helpen om weer op een nieuwe manier te werken? Hoe kunnen we dat op inzetten dat het weer in balans wordt met je landschap, vogels, mens? Snapst? En aan de andere kant, de muziekcultuur die wel op bezuinigen wordt, dat zo heel soort orkesten hebben het moeilijk om naar je leden te krijgen. Muziekonderwijs wel op bezuinigen wordt. Ik zeg vaak wel vogels en muziek, het zijn al van die dingen. De kerst net een prijskaartje onhing, wat het emotioneel maar die doet. He, dus wie dat net Lucie Baer, die zei van alles van waarde is weerloos. Dat viel ik vaak wel zo. Dus dit is het rooi en die gewoon op 12. Ja, klopt. Dus morgen een keer die lange noot en dan pa du da du da du da da du da. En mooi, makkelijk, hè? Net maar graag. Hetzelfde groep, Wietse erbij en die trombone ik even. En die pa du 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 2 G M. In 2007 toen mocht ik mooi met Teunis Piersma, dat is een bioloog, een beetje die kennen. En naar de bank dat ging, dat is in Mauritanië, West-Afrika. En er zitten winterdag zitten daar zo'n, nou, ik denk een paar miljoen trekvogels.
die je normaal hier brengt, in deze buurt. En dat maakt wel indruk. En toen hebben we s'nachts dus ontvangen geweest en toen vonden we dus een ridderskries. En meerdere vogels. En die ridderskries die was ziek. En die woonde drinken. En ik denk nou een dag of drie, toen dachten we, nou ja, en nou. En toen hebben we een wetenschapper hier die skriers beet. Een oude vrouw die hier een skaaltje met water. En die ziet ze wat de kabel in en dat beest, dat doen we eigenlijk nog steeds net. Die ziet alleen wel wat voor hem uit. En toen hing toevallig dit ding bij me. Dit is een kalimba. Dat is een Afrikaans instrument. En ik ging met zijn oor zitten. En ik begon dit te spelen. Nou, je merkt het natuurlijk al. Dat beest begint te drinken. Dus iedereen stond er omheen en die kreeg piekenvel. En mooie timing. Fantastische timing. Die hier net jenner is komen maken. Neem het maar even op. Maar dat was eigenlijk het begin van het thema van Ridderskries. En dat game dus komende concert ik spelen. En dan met je al, dat is mijn 8 orkesten, 250 man. En dan heb je een gedachte van waar het waar komt en dat wil ik je met mij delen. Misschien speelt het oors, misschien met een noten aan oors. Het begin van het stuk is er nog net zo vol aan de hand. De eerste thema is heel mooi. Er komen strikjes bij, een beetje het landschap van Maas Betiert. Er komt een fluit bij, er komt een dat bij. En de symfonieorkestversie in de Brazend versie is het een beetje voller in het begin. Dat het mooi, beter klinkt in de, voor Brazend en fanfares. En dan op een gegeven moment komt er een nieuwe melodie, een euphoniums, en dan komen de horens erbij. En dan op een gegeven moment begint de onmacht eigenlijk bij de trompetten. Die begin ik wat meer dissonant te spelen. Ik wat meer vol in, dat je de onmacht voelen. Want dan gaat het net alleen maar door die screens, maar dan gaat het voor mij goed landschap. Dan komt het bij me koor dat je onmacht voelen van ja, waarom maak je wij nog keuzes die we maken? Ik ben heel positief ingesteld. Dus ik wil heel graag een nieuw perspectief bieden. En dat is uiteindelijk wat je wil met zo'n project. Je wil een nieuw perspectief bieden. Wat is de nieuwe stip op de horizon waar we naartoe willen? En net dat het stik dan zo'n onklacht is of zo. Ja. Het is gewoon een skint me van dat je als publiek je onderdompelen lid in zo'n stik. Snap je? In balans, maar is toch nog iets zachter? Zeg maar. Ik had net gezegd, speel maar knoer. Ja, nee, iets zachter en dan kerst iets meer rond in het noorden. Da-da-da-da-da. Bijna viel hem als een triool. Het gaat pas leven als Sietse gaat vertellen.
dan krijg je de beelden bij en dan, ja, dan vind ik het echt heel mooi. Je ziet aan hem, het is niet van ik bedenk even wat om die muzikanten te laten spelen, maar je ziet een zo echt pure persoon. Heel gepassioneerd. Dat gevoel had ik wel. Dat ik dacht, ja, en dat heb ik ook bij de repetities gezegd. Van ja, wacht maar tot hij gaat vertellen waar het over gaat. Dan voel je het wel. Ja. De Ridders Kriers, die was ziek. En die woon hebben drinken. Goh, ik vind het zo mooi hoor, dit. Ja, ik neem een slokje weg. Ja, het is gewoon... ik vind het gewoon geweldig dat je me daar binnen eigenlijk. Ja, dus ik kan wel hele verhalen ophouden. Maar dat is ook, zij is toch. Een beetje zo'n zweverig stuk. Wanneer je kerst er heel droevig van worden. Het is echt een emotie zit erin. En hoe ziet ze erover vertelt, dat stukje gevoel, dat komt dan nog duidelijker door in de muziek. Maar het biedt me wel onthard als ik je inderdaad je van de verskralingen, dat de landerijen droeger werd, die van de week ik weer op Radio Friesland. Dat denk ik van ja, dat is wel heel. We nemen het elke maar samen aan, hè? Dat allegaar de kiwiet en de skries, alles vleent rond en is er, maar dat het op een gegeven moment fut gaat, dat biedt me onthard, ja. De compositie Ridders Kriers wie ik onderdeel van Lawn, Sound of a Landscape. Dat ziet ze jeder opvieren in New York. Hier is mijn hart in beeld en hier is het vrijheidsbeeld. Hier is de, en hier is de ferries van Staten Island naar New York. En dat weer gewoon machtig om daar te spelen. En daar zijn hartstikke geen vogels, alleen maar helikopters. Dat hele oorsoort, dat Friese landschap zien over de big city. En dat was gewoon geweldig om daar te spelen. En we hingen daar ook een soort immigranten op een site toen. Een soort Friesen ook. En het stuk eindigt met die hele zachte toon en het eilen. En op een gegeven moment in je laatste toon van die kalimba, dat liet ik dan een skriers vleien onder het publiek heen, in het surround sound system. Er waren een heel soort mensen, een heel soort immigranten die dan nooit naar mijn tak kwamen, maar met de trin in de eigen en dat ze zo weer in de huis te wonen. Dat maakte, waar waren ze emotioneel van dat gloed. Dat weer hun thuis. Dat gloed is zo belangrijk, het zit in je. Dat zijn herinneringen, dat zijn kleuren, dat zijn geuren misschien. Dat zijn, wist je, misschien rond die meisjes maas wel van hoers naar squallen en dan dat ze de grijden. Wist je, dat zijn altijd herinneringen. Dat beest zit vol herinneringen. Uiteindelijk is dat cultuur, ja. Ik ga je een tekening maken. En toen was ik denk ik een ieder als 8 jongen en ik kwam hier, ja, zo'n 2 keer in de week kwam ik hier. En dan zie je nou, op een gegeven moment, dan maak ik op squallen maak ik dit soort tekeningen. Dus er is een kiekendief en een liep die dat opslacht, wat hier breed en ik liepen. En dan zit hier een wilp en een visdief. Je ziet een uitkijktoren achter. En daar zit ik altijd op. En dan zie ik dat hele landschap zo uit te turen naar vogels. Dus dan kwam ik helemaal uit Warkum. In ieder geval gauw 20 minuten, 35 minuten fietsen. En dan kwam ik hier op mijn liedje fietsen. Ik zei eerst eens mem, ik zei dat mocht. Ik weet dat ik het bij mijn eigen zoon onderhoorde. Maar dus mijn mem zei van, ja, maar dan wist altijd voor donker thuis. Dus ja, ze vertrouwde me wel ofzo.
Ik hier een tas bij me. En dan daar zit de verrekijker in en er zit een vogelboekje in. En is men die smaadde altijd koeken met boter. En dan een bob-oppelkoor. En dat eet ik dan heel mooi op. En dan takkel ik de vogels te zien. En dus dan koek ik zien van wat voor vogel het wie. En dan fiets ik naar huis staan en dan zeg ik: Mem, ik heb een grauwe vrijenpoot, jongen. Fantastisch. Nou ja, zo. Hoi, Wilken. Maar ja, hier komt alles wel bij elkaar. Ja, het landscape, ja, als Uki hier altijd komen. Crescendo, Warkum, de Braasband. Machtig. Ja, weer een mooi tiert. Ja, weer een mooi tiert. De shame, shit. Mooi. Maar Reerskries is wel mooi, hè? Ja. Dat is echt wel. Ik weet net dat het verhaal er bij verteld wordt, maar. Ja, kerst trekt mooi beelden bij de man natuurlijk, van die vogels die er omheen komen zijn. Ja, ja. En als het eerste keer spelen is, dan denk je, nou, wat is dit? Ja. Maar nu krijgt het al volle meer. Ja, maar het valt me ook mooi hoe gauw had het er niet in hier wordt, hè? Ja. De eerste keer dacht ik, nou, dit is schrikkelijk. Ja, ja, ja. Horen tempo's en ik dacht, nou, dit wordt wat. Maar het wordt wel wat. Ja, het wordt wel wat. Het is altijd moeilijk, hè, als zo'n dirigent, dan ligt hier. Je krijgt volle beter in die midden ervoor, hè? Je moet de jeugd maar weer zingen. Je moet de jeugd weer zingen. En dat gaat dus om. Dat gaat dus. Dat doet eigenlijk. Ja. De jeugd aan de gang. Ja, precies. Dit maakt het een jeugd. Zeker. Wat we teruggeven, zal er nog in. Daar zit Aasten Elsen hier achter zijn laptop en haalt er via YouTube de wereld binnen. Maar dat willen we net. We willen mij en Noor de wereld meidje en de muziek meidje. Ja. En ik denk dat dit project in verwerking met het Frieske Geer, met de vogels en Koning van de Grijden, dat dit tot iets magisch uitgroeien kan. Als hobby de muziek, dus en dat verbindt natuurlijk. En dat jouw dan geen probleem. Iedereen gaat zitten die was ook zei van actief tot mij. Dat is uiteindelijk de gemeenschap ik. He, je draagt weer iets uit en had je mekaar aan met zien komen dan mijn concert of was wat je helpen mekaar ik. Ja. En dat is eigenlijk ik lid gewoon een stukje gemeenschap van Friesland zien. 1, 2, 3, 4. Het is heel natuurlijk wat er eigenlijk gebeurt, want als je dus de trek van een vogeltje, dan zie je dus ik in je vogel, die jouw een seintje, en dan gaat het hele gebeuren en het heeft zo'n impact op je. Als je dat jaren en zoeken, ja, dan word je stil. Dan denk je van jongens, wat gebeurt hier? En hoe sociaal uit de natuur dan ten opzichte van elkaar is. Nou, dat proberen wij ook uit te dragen. Dat zie je ook in die orkesten? Ja. Acht orkesten bij elkaar hebben en een jeugdorkest, dus een jonge orkest en die verbinden die mensen met elkaar en voelen ze zich sterker. Ze praten met elkaar, ze zitten uit voor dezelfde problematieken. Dat ze financieel net goed vaststellen, de dirigent net goed betalen kennen, het muziekonderwijs werd op bezuinigen. Dat is nogal wat aan de hand. Het culturele gebeuren van Friesland, daar binnen moeten wij zelfs voor waken. Wij kennen net alleen maar Den Haagse schulden, Jan. Daar zullen wij zelfs voor inzetten moeten. Hè? Ja. Dus en de band actief krijgen voor de natuur zoals het er is. En datzelfde hield voor de muziek. En bij alle feesten en aangelegenheden wordt muziek zacht. Dus daarom zullen we dan net de verbinding met de natuurmeidje kennen. Thank you.
Ja. Ik hield even mij kregen dat in 2016 of 2018, of zo is ja. het. Dan word je maar echt doemers bij haar. Ja. En hij heeft daar al doemers dus voor. Ja. Dus mijn dochter is ik professioneel danser. Oh. Voor je gevist. Oh, wat leuk. Die had haar eigen Leeuwke, is maar oh. daarin. En ik zal je zelfs even informeren. Ja, en misschien kan ik haar visitekaart zien. Ja. Even aan de Jan. Best. Ja? Oké. Okay. Goed, leuk. Ja, leuk. Het is mooi wezen dat je richting 2018 dat je iets meidje kennen, maar een heel soort muzikanten. Dat lijkt me geweldig. En het mooiste wezen boeten, ergens boeten in een landschap. En ik heb heel dit zo'n dorpen, zo'n boetendiekse dorpen, dat vind ik altijd een inspiratiebron. Een dorp is een ronde cirkel eigenlijk in het landschap, een soort heuvel, waar het vee schoolie kan van het hege wetter. Normaal is het droog en dan kan ze hier te lonen, wat heeg wetter is. En als je het ziet als traaiering, dan is het een binnenring waar, wat ik zou van me als beeld, een soort landart-achtig iets is, waar de video en dansers en muzikanten in heeft, die het verhaal vertellen. Daaromheen heeft de ring, de boeten, dat is eigenlijk de ring, deze boetering, zo. Waar het publiek zit. En dan bovenop de ring zitten alle muzikanten. Al die blazers. Dus als publiek zit dan in het lood. Dus dan krijg je het lood van de binnencirkel, het verhaal, en dan krijg je het lood van boeten. Dus dan komt in die klankveld, dan komt in die wraad van die vogel en zo een statement maatje naar een tak omsta. Ik in het land, oh, dus na je 18, dat het, als je dan je vaststelling spelen hebt, dat er iets oerbloot. Misschien wel een vogelhut, of misschien wel een plak waar sliepen kist, of een plak waar eten kist. Dus het plak is ook nog net bepaald, maar de inspiratie is wel zo'n dorpen. Dat lijkt het mij wel heel erg mooi, dat er ergens te mooi zien is. Misschien had je zoiets bouwen, dat het ik de mensen gebouwd word. Dat mensen gewoon maar een krotje met modder komen. Elke sneeuw te morgen, in 2000 zandje. Ik kom met een kratje hier, die koe, het Gordadel. En we bouwen met z'n allen zo'n theater of zo'n landmark. En in de stilte van zo'n akkoord, juist die vogels, dan wist op dat moment ik eventjes in het bos of in het jere, of op het water, of op het water. Dus eventjes die, dat ik voel, oh ja, natuurlijk. Ik hoop dat meestal dat ik eventjes, nou ja, ik als ze gewoon het bos rennen, weer even een vogel stinken. Of van wat is belangrijk, snap je? Ik al binder van de 400 man die er komen. Uiteindelijk zitten er zo'n 150. 50 die dat mooi krijgen, ben ik al tevreden. Misschien wel in je, dan ben ik al tevreden. Die het heel goed doorgaan. Die ben goed georganiseerd. En die hebben dat ik
Dus waarom zou dat orkest, of dat een orkest wat iets minder doet, waarom zou je het van een oororkest leren kennen? Dan schik je elkaar op. Er is ook een parallel tussen de boeren bijvoorbeeld die het heel goed doen in Friesland. Ja, dat zijn eigenlijk van die postzegeltjes, dus toch? Die doen het heel goed. Die krijgen grijpvogels, ze hebben een goed inkomen en die is precies in balans. Dus ik vind die verbindingen belangrijk. Ik daar. Dat durven we naar mijn kenning van de grijp natuurlijk. Het is alleen maar verbindingen, maatje. Je moet ook niet alleen het boeren te wezen. Dat is het probleem net. Niet goed de consument. Wat willen wij? Het is geen grote reddingsplan, is toch? Het gaat over een guttere geheel. Van waar willen we leven en hoe kunnen we dat het beste? Hoe kunnen we dat het beste doen? Want je hebt een koor nodig. Je moet het machinaal doen. Ik denk dat zo'n muziekstuk dat kan helpen. Maar poëzie kan helpen, film kan helpen, doens kan helpen. Om het verhaal te vertellen.